In de aanloop naar 5 maart, als in het WTC de finale van de Rotterdamse Ondernemersprijs is, stellen wij de genomineerde ondernemers aan u voor. We hebben al gesproken over de bedrijven zelf. Wie zijn ze en wat doen ze? We hebben gesproken over de ondernemers achter het bedrijf. En in het laatste en afsluitende deel praten wij over de waarde van de bedrijven in de regio. Paul, een Spaans product. Hoe belangrijk is jullie bedrijf voor deze regio? Kun je daar iets over zeggen? Laat ik vooropstellen dat Ibedeli zijn wortels heeft in Rotterdam. Daar is het begonnen. Het is een bedrijf in Barendrecht, dus regio Rotterdam. De slagers, de horecamensen, ja, als je je opnoemt van bekende, minder bekende zaken, als In en Rus wat, bekende slagerij, bezooien, toch slagerij. Want ja, daar brengen we onze producten. Die mensen hebben ons ook de kans gegeven om de producten aan het publiek tentoon te stellen, tentoon te spreiden. En daar gaan de mensen van de straat, daar ga jij, daar gaat Peter, daar gaat Robert, die gaan daarheen om het product te proeven. Zonder er al te veel emotie aan te hangen, hè? Maar jouw vader komt uit Spanje, dit is een typisch Spaans product. Wil je met jouw bedrijf je vaderland naar deze regio brengen, of is dat te hoogdravend uitgedrukt? Het is wel een, nou, het is geen beetje ideaal, Spaanse het trots, past wel bij jou, toch? Maar, ja, Spaanse trots zit er zeker in. Maar had ik ook vooropgesteld dat Ibedeli niet alleen Spanje is, hè? Daar zijn wij begonnen. Dat is onze, nog steeds ons core business, hè, de Spaanse producten. Maar we doen vandaag de dag ook vlees uit Noord-Amerika, vlees uit Australië, vleeswaren uit Frankrijk. We proberen het assortiment, we willen sterk zijn. Hè. Onze core business blijft Spanje, ons sterke punt, daarom onderscheiden we ons. Maar we hebben ons assortiment uitgebreid om een breder palet aan producten te leveren. Maar Spanje blijft, daar is de passie, dat blijft de nummer 1. Je kijkt er ook trots bij, zie ik. Ja, heel trots. Spaanse vuur in je ogen. Ja, ja, dat zit erin en dat gaat er denk ik ook niet meer uit. Nee. Het is heel belangrijk. Peter, je hebt al gezegd van in Hoek van Holland is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Daar hebben wij een heel concrete bijdrage aan geleverd. Hoe tastbaar kun je die bijdrage maken? Ja, de bijdrage is ontstaan vanuit een idee van, om een mooie strandzaak in het strandpaviljoen neer te zetten. Ja, wat heeft het belangrijk voor de regio is, het geeft heel veel werkgelegenheid. Hè. Op zomerse dagen werken er bij ons 50, 60 mensen. Normaliter op een gewone dag, een doordeweekse dag, 7, 8 mensen. Al met al heeft dat geleid tot een paar honderd werkplaatsen in Hoek van Holland. En buiten dat niet alleen werkgelegenheid op het strand zelf, maar heeft er ook voor aan bijgedragen dat ook toeleveranciers, bouwbedrijven, leveranciers, ook uit de regio hier de vruchten van plukken. Daarnaast deelgemeente Hoek van Holland. We hebben begrepen uit de laatste cijfers dat ook de omzet, de gemiddelde omzet van de DTI'sten uit Hoek van Holland, doordat er zoveel meer bezoekers gekomen, ook gestegen is. Dan gaat het over het dorp. Hè? Het gaat om bezoekers op het strand. Het heeft een directe invloed op de omzet van bedrijven in het dorp, in jullie centrum. Ja, absoluut. Robert, werken jullie met name voor bedrijven uit deze regio of ook daarbuiten? Want als je dat in die regio doet, help je bedrijven tastbaar verder volgens mij met jullie product. Ja, zo is dat. Ik denk dat de mix op dit moment ongeveer 50-50 is. Ja, een paar aansprekende namen uit de regio waar we voor werken. Bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit. Die helpen we met het werven van studenten. Laurens, de zorginstelling. Ja. Irado, de afvalophaler. Woonstad Rotterdam met het verhuren van huizen. Dus ja, op die manier helpen wij heel veel ondernemers uit de regio om succesvol te worden. Jullie hebben 25 mensen werken bij jullie, collega's van jou. Jullie gebruiken zelf de term ondernemers. Willen jullie heel veel groeien in de komende jaren qua arbeidsplaatsen? Ja, die ambitie is er wel. We willen hard door blijven groeien. We bestaan nu 4 jaar. Het zal niet in dezelfde exponentiële tempo blijven gaan, maar de markt is nog zo groot. We bedienen nu al vanuit Rotterdam een aantal Belgische klanten. Veelal Nederlandse bedrijven in België. Maar we zien daar wel gewoon grote kansen om daar zelf ook een keer een kantoortje te gaan openen en vanuit daar te opereren. Dus dat binnen nu en 2 jaar gaat dat zeker gebeuren. Dan gaat vanuit Rotterdam ook België veroverd worden. Zo is dat. Met de taalstrijd, moeilijke zoektermen volgens mij, of niet? In het Nederlands en Frans. Ja, dat is altijd lastig. Wat is zoekterm op zijn Frans trouwens? Zoekterm, weet je dat of niet? Mijn collega. En op zijn Spaans? Encontrar. Jullie willen ook uitbreiden naar meer landen toe in de toekomst met nieuwe producten, of niet? Dat is voor ons noodzakelijk. Het is een andere branche toch dan Robert, in de handel. Om te kunnen uitbreiden moet je, zoals ons credo leidt, grenzeloos en gezond genieten. Ja, grenzeloos geeft wel aan, de wereld is ons te klein. De spullen moeten eigenlijk
Tot aan China, tot aan Noord-Amerika moeten overal gegeten worden. De wereld veroveren vanuit Barendrecht. Ja, nou ja, dat is het mooie. Dat is een mooie gedachte, toch? Dat is een heel mooi iets, ja. Als jullie nou een beachclub in Knokke beginnen, kunnen jullie onderling in België ook wat dingen met elkaar doen, of niet? Ja, dat is een ambitie. Aardig. Ik zie dat misschien... Prachtig strand, hoor, daar aan de Belgische kust. Ja, ik begrijp. Maar ik Knokke, Hoek van Holland, ik weet niet. Ik denk dat we... wij zien steeds meer buitenlanders ook naar de kust van Hoek van Holland komen. Duitsers, Belgen. Het zou heel mooi zijn als we in plaats van met z'n allen naar Spanje gaan... wat we de Spanjaarden richting Nederland zouden kunnen krijgen. Ja, maar hij zou met zoektermen in België ervoor kunnen zorgen dat mensen vanuit Knokke juist naar Hoek van Holland afreizen, toch? Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. We merken dat nu ook al. Er komen mensen uit Scheveningen en Kijkduin komen al naar Hoek van Holland toe om daar op het strand te vertoeven. Hey, dit is de allerlaatste aflevering. Jullie hebben al gezegd wie jullie zelf zijn, wat jullie bedrijven doen. Dit is de allerlaatste kans om mensen te motiveren om op jullie te stemmen. Waarom zouden mensen die dit zien op jullie moeten stemmen? Ja, ik heb het al eerder gezegd. Het strand Hoek van Holland biedt zoveel moois. Het is een prachtig stuk natuur met heel veel mooie, prachtig mooie zaken waar Beach Club Royaal er één van is. Strandpavillon van het jaar geworden. Ik zou zeggen, kom eens langs en geniet van al het moois wat wij te bieden hebben. Waarom moet Iber Daily de Rotterdamse Ondernemersprijs 2011 winnen? Laat ik toch voorop zeggen dat mensen uiteindelijk zelf is dat wij de Kamer heel dankbaar zijn dat we hier mogen zitten. Dat voelen we ons echt vereerd. Maar ik denk dat Iber Daily wel laat zien wat een echt Rotterdamse mentaliteit, hè, gecombineerd met een beetje Spanje erbij, dat het in moeilijke tijden kan laten zien dat je met mentaliteit, doorzettingsvermogen toch in een niche-markt met nieuwe producten iets op kan bouwen. Waarom gaat Expand Online deze concurrenten met verve achter zich laten? Nou, we weten allemaal hoe toffe stad Rotterdam is. Al denk ik dat buiten Rotterdam veel mensen nog steeds het als een beetje grauwe havenstad zien. Terwijl ja, naast die hele havenindustrie er ook gewoon hele gave ICT-bedrijven in de stad zijn. Nou, daar zijn wij een exponent van. En ik denk door een ICT-bedrijf te laten winnen of een internetbedrijf, ja, dat de hele sector daarmee een boost krijgt. En daar moeten we het in de toekomst toch van hebben hier. Dank jullie wel, mannen. Op 5 maart dus de finale in het WTC in Rotterdam. Dan een mooie bijeenkomst waarop ook de meeste KP van de Mandelenpenning wordt uitgereikt. Maar het gaat met name ook om die Rotterdamse Ondernemersprijs 2011. Op kvk.nl/ondernemersprijs kunt u tot 1 maart meestemmen en uw stem. En wel eerder vastgesteld kan wel degelijk een verschil maken.